Dames en heren, goedenavond. De vrouw die in Enschede is aangehouden na de vondst vorige week van een dode baby is de moeder van het jongetje. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. Of de vrouw ook de moeder is van het tweede babylijkje dat deze week op haar aanwijzingen werd gevonden, wordt nog onderzocht. De tweede baby die is gevonden, die is op dit moment bij het NIV. Daar wordt sectie op verricht. In de loop van volgende week hopen wij te weten wat het geslacht is geweest van de baby. De vrouw wordt ervan verdacht dat ze beide baby's om het leven heeft gebracht en haar wordt kindermoord ten laste gelegd. Volgens haar advocaat is de vrouw opgelucht dat ze haar verhaal bij de politie heeft kunnen doen. Het is niet aan ons om mededelingen te doen over de toestand van de verdachte. Maar ik kan u wel meegeven dat de verdachte medische en ook psychische hulp krijgt en dat ze vanaf maandag naar een huis van bewaring gaat en dat bepaalt een speciale afdeling van het huis van bewaring. Vanochtend heeft de rechtercommissaris besloten dat de vrouw nog zeker 14 dagen vast blijft zitten. De 23-jarige vrouw, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de twee baby's in Enschede, heeft tot nu toe een turbulent leven geleid. De politie liet eerder deze week al weten dat er sprake is van diep menselijk leed. Wat is het verhaal van deze Marieke H.? Marieke H. wordt 23 jaar geleden geboren en gaat in Krimpen aan de IJssel naar school. Haar ouders zijn gescheiden. Duidelijk is dat haar jeugdjaren bepaald niet vlekkeloos verlopen. Mensen uit haar directe omgeving typeren Marieke als een labiele vrouw. Na de middelbare school schrijft ze zich in voor twee studies. Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen staat ze sinds dit jaar ingeschreven voor geschiedenis. En in Utrecht volgt ze sinds 2007 de opleiding cultuurstudies. Het studentenleven bevalt haar kennelijk goed. Het lijkt een belangrijke wending in haar leven. Ze is op veel feestjes te vinden. Op haar Hives, dat is een vriendensite op internet, staan veel foto's waarop Marieke feestend is te zien. Veel mensen zeggen haar te kennen van het uitgaansleven. Ze heeft vooral veel kennissen, omdat ze nergens langer dan een half jaar tot een jaar woont. De politie heeft inmiddels een groot aantal mensen gehoord die Marieke kende. Er wordt niet uitgesloten dat er meer mensen betrokken zijn bij deze tragische gebeurtenissen. Dan ziet de politie Marieke voorlopig als enige verdachte.